Heyo kijkers van de Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van GTA 5. En jongens, vandaag gaan we eens even kijken wat er voor ons in petto is. En my god, Franklin, ga eens even naar buiten, jongen. Beetje tegen de deurpost aanlopen, daar komen wij hier niet mee. Eens even kijken, haar. Heb ik nog een auto? Oh ja, ik heb mijn oude vertrouwde rotbak de wist staan, zoals gewoonlijk. Eens even kijken, dit moet ik niet hebben. Franklin, ja, dit moest ik hebben. Een tijdje geleden dat ik GTA heb opgenomen, jongens. Dus ik kan een beetje, ja, raar doen en zo, met de controls en alles. Maar goed, we gaan eens even kijken. We hebben een Strangers and Freaks missie voor Franklin. En we hebben aardig wat missies voor Michael. Wat is die Strangers and Freaks missie eigenlijk? Weet je wat, de L en de M en de F's en zo, dat is allemaal deel van de storyline. Dus ik denk dat we gewoon het beste even naar Michael kunnen switchen. Zo. En dan ja, vanaf Michael maar eens even naar die L toe gaan. Ik heb eigenlijk geen idee wat daar op mee staat te wachten. Dus even kijken, Michael jongen, waar ben je? Joehoe, Michaeltje, where are you? Oh, golfbaan. Oh, ik zie daar een golfbaan. Of is dat geen golfbaan? Het leek ook wel een beetje op zo'n, zo'n ding, zeg maar, waar je altijd, hoe noem je dat? Ben ik nou gewoon mijn woord kwijt? Wijngaard, het was wijn verbouwen, dat was ik zo. Dus even zien, goed. Nou, ik ga eens even met deze snelle bak, deze Audi, gaan wij eens even richting de L. Ik vind dit echt wel een chille bak voor Michael. Ik hoef geen sportauto's voor Michael. Dit ding gaat toch altijd footsie. Het enige wat ik wil is, ik wil uiteindelijk aan het eind van de game wil ik een Bugatti hebben voor Michael. Dat zou ik wel heel erg cool vinden. Incoming call. Oké, okay, hallo meneer. Wie is dit? Oh, wat heeft ons door. Michael. Het is tijd om nog eens even iemand te vermoorden. En wat de fuck zag ik hier nou net staan? Dit is cool autootje. Dat is cool autootje die daar staat, doet. Die wil ik hebben. Geef dat. Dat is nice auto. Hup. Geef maar. Even kijken. Kom op. Hup. Dit is een mooie auto. Ik wil die hebben voor mijn collectie. Kijk eens aan. Dit is ook een coole bak voor Michael. Mooie zomerse. Wat is het? Cabrio of zo. Oké, goed. Nou, ik heb eigenlijk geen idee waar het telefoontje erover ging. Dus het boeit me eigenlijk ook geen ene flikker. Maar goed, we gaan maar gewoon eens even deze kant langs. Zo, ben ik erdoor. Huppakee. Ja, hallo meneer. Zag je niet dat ik er aan kwam rijden? Jongen. Oeh, dat is een dure auto. Die wil ik wel. Alleen, ja, die kan ik niet hebben, want ik ben het. Oh shit, dog. Ja, dank u. Dank u. Yes, stapt u maar eens even uit, meneer. Deze Inferno is van mij. Alleen van mij. Oké, ik wil niet lullig doen. Oh, er heeft weer zo'n Rolls Royce. Ik wil niet lullig doen, maar deze auto moeten we even bij Michael's huis gaan achterlaten. Het is redelijk vlakbij. We moeten gewoon even weer naar boven toe. Ik moet het doen, jongens. Het moet. Het kan niet anders. Het moet gewoon. Ik wil wel wat coole auto's hebben. Maar jongens, deze auto moeten we gewoon voor of Franklin of voor Michael. Het interesseert me eigenlijk niet. Maar deze auto moet in de collectie van of Michael of Franklin komen. Ik denk dat ik deze aan Franklin ga geven. Of ik laat Franklin gewoon zijn eigen auto's kiezen. Dat kan ook nog natuurlijk. Het is wel een coole bak voor Michael eigenlijk, maar ik ga hem sowieso niet meenemen op deze missie. Dus ik storm voorlopig gewoon lekker in mijn eigen garage en ja, ik zie wel. Maar deze bak moeten we sowieso gewoon even bewaren voor Michael of voor Franklin natuurlijk, want het is een fucking Infernus. En het ziet er super chill uit ook nog. Hij is nou al gewoon helemaal stylen, gepimpt en alles, dus eigenlijk hoef ik er helemaal niks aan te doen. Hij is al cool zoals die is, dus wat dat betreft. Ik wil hem natuurlijk nog wel misschien even een ander kleurtje gegeven of zo, roze of oranje of zo, heel mooiste kleur voor een Inferno die ik kunt krijgen, maar ik hoef, oh daar reed een hoe noem je zo'n ding, een derp, waarom vergeet ik alle namen, geweldig gaat de telefoon, waarom moet er altijd telefoon gaan wanneer ik aan het opnemen ben, why you do this, ik ben volgens mij er gewoon twee keer fucking verkeerd gereden, gaan, dan kan die kutbus man. Ik reis steeds verkeerd volgens mij. Ik zit rondjes te rijden natuurlijk, Ronald. Oh, dit meen je niet, of wel? Dit meen je niet. Ik moet daar toch heen, of niet? Ik ben er nu helemaal klaar mee hier. Fuck de police. Oh nee, daar moeten we maar niet in, denk ik. Dan ga ik weer dood en dat moeten we allemaal niet hebben. Even kijken. Ik moet
daar op die afslag komen. Dus we moeten hier zeg maar een soort van af. Ja, oké. Ik moet gewoon gaan zeggen dat het navigatiesysteem. Of nee, ik moet gewoon gaan doen wat het navigatiesysteem zegt. Ik kan geen fatsoenlijk Nederlands praten. I am sorry. Maar dus deze auto ga ik bewaren voor of Michael of Franklin. Geen idee wie. Laat het maar echt in de comments, jongens. En dan zie ik wel later een keer wanneer ik iets met deze auto wil gaan doen of zo. Ik ga hem niet meenemen op missies of zo natuurlijk. Want het is mijn auto. Ik ga hem gewoon houden voor Rampage meuk. Dat zullen ze ons ook gaan doen namelijk. Als ik helemaal klaar ben met de storyline, ga ik helemaal rampen. Helemaal rampant gaan. Eens even kijken. Nou, kom op, hup. Rijden bij die oude trollenauto. Ik ben weer verkeerd gereden. Hoe krijg ik het fucking voor elkaar? Ik ga compleet de andere kant langs. Ik ben er helemaal klaar mee hier. Wat een infrastructuur, hè. In fucking Los Santos. Dit is echt serieus. To if you blow off your doors or destroy a security truck, you will be able to get the cash inside. Zit er cash in zo'n ding? Wauw. Ja, hier moet ik in. Ja, sorry, ik moet het even doen. Iedereen die hier nu stil gaat staan op de weg, ik ben het maar. Ik ben alleen maar even een superrijke dude met heel veel geld op zak. Die jullie niet gaat doodmaken of zo. Nee. Oké, zijn we vanaf fucking snelweg af. Nu moet ik wel naar Michael's huis kunnen rijden met fatsoen. Ik ben gewoon al 6 minuten, holy shit, bezig met meuk. En sodemieter, echt, wat de fuck, waarom ben je niet dood? Het zal wel, ik ben er helemaal klaar mee hier. Zo, bijna thuis, Michael. Nog een stukje rijden. God, bussen op de weg. En wat de fuck is dat met die rare muscle cars? Fuck, je ziet alleen maar van die dingen vandaag. Nou, ik hoop dat deze auto niet wordt weggejukt door de game, want dat zal mij heel erg depressief gaan maken. Echt heel erg. Goede banden op die Infernus. Oh shit, gek. Oh god. Oké, okay, kijk, we zijn thuis. Doen we zo meteen wel even nog een nieuw autootje vinden. Yeah, dat is niet handig om dat te gaan staan, meneer. Dat wordt u niet zo erg in de tank afgenomen, weet je wel. Ja, hallo, moven. Ik rij hier. Mijn fucking huis, bitch. Nou, hup. Open met dat ding. What the fuck? Oh ja, yeah, die hadden we ook nog. Dat was de auto van Michael. Nou, dat is Franklin een auto. Jezus, deze aflevering lijkt helemaal nergens op. God, please. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga hem er gewoon in doen. Ik ga hem er gewoon bij in doen. Hup, YOLO. Moet wel kunnen, denk ik. Ik moet niet weer gaan doen wat ik ook al een keer eerder heb gedaan. Maar dit moet wel kunnen, denk ik. Gewoon twee auto's naast elkaar. Moet wel passen. In ieder geval wel twee van deze, denk ik. Die furnace is ook niet echt dun en smal, maar... Oké. Nou, dat kan wel in een furnace naast, denk ik. Die mooie deur ook. Prachtig. Nou, daar moet je wel naast kunnen, denk ik. Mensen zeiden in de comments dat ik... dat ik meerdere auto's in die garage kon doen. En dat kan inderdaad. Kijk eens aan, jongens. Ronald in the house. Je moet er alleen gewoon geen grote monster trucks naast geparkeerd hebben, want dat is niet echt handig. Michael, waarom heb je teenslippers aan? Jezus, nou dan nemen we die scheidbak wel weer mee die mevrouw ooit een keer voor me heeft gehaald of zoiets. Lelijke kutbak, even kijken. Oké, goed. Nou, hup, open bij dat ding. Staat ook een ambulance, doodleuk. Goed, kunnen we nu eindelijk een beetje gaan beginnen met de missie. Dat was een fucking lange aflevering, maar ja, ik heb er een Infernus voor gekregen, dus dat is iets in ieder geval. Oké, here we go. Ja, nog een dure auto. Boeit me eigenlijk helemaal niet. Ja, godverdatering. Rijden met die oude schrootbak. Jezus. Michael heeft alleen maar poepauto's. Niet normaal. Even kijken, waar moeten we nu heen? Hierin, oké. Wat een leuke slippak eigenlijk. Weet je wat ik ben? Ik ben klaar met die kutauto. Ja, geef me dit. Dit is beter voor mij. Ja, geef maar, dank u wel. Ik rij hier liever mee. En hij staat toch stil, dus ik hoef niet iemand te beroven. Dus. Nou, ik beroof iemand wel van een fucking dure auto. Maar ik hoef niet allemaal te geschieten om te laten stoppen en alles. Het is gewoon uit mijn auto, nieuwe auto in en klaar, GG. En dit ding is nog tien keer zo snel ook nog. Oh, godver, meneer de taxichauffeur. Kijk toch eens uit, man. Jezus. Die lui van taxi klomp ook. Hoor helemaal niet goed van. Er is echt een taxibedrijf dat taxi klomp heet. Echt. Hoe ze op die naam komen, werkelijk geen idee. De meneer van dat bedrijf heeft waarschijnlijk Klomp van achternaam. Maar het interesseert me al niet zoveel.
Oké, goed. Nou, Michael heeft de dure auto voor deze missie. Dat is in ieder geval cool. Ze hebben het lekker snel. Ja, maar die op de scooter. Move your ass. Oh my god, ik kan echt niet rijden. Ik kan echt niet rijden. Het lijkt ook op een van de rare reden. Het loopt gewoon allemaal niet zo smooth. Ik weet niet wat het is. Oh, ja. Ik kan gewoon niet rijden. Ik ben het verleerd. Nee. Of ik kan gewoon niet in deze kutbak rijden. God, samen nog een toe. Use L to roll it back. Oh, wat? Ja, oké, seems legit. What the fuck, je kunt gewoon auto's een kunstje laten doen. My god. Deze hele auto zit er weer vol met krassen en deuken en... Jongen, wat een drukte ook op de weg. Dit is echt schandelijk gewoon. Nou, we zijn er bijna. Deze auto slipt ook uit alle kanten op. Ik kan ook gewoon niet rijden met deze kutbak. Ja, hallo, dat ding heeft ook geen remmen. Hup, ja, toets. Maar ik had het denk ik gewoon met grof vuil zetten hier. Oké, oh god, er zit een boos iemand achter me aan. Ja, tief maar aan het op. Ik ga hier naar binnen, hoor. YOLO. Darnell Bros. Oké, wat is dit? Liggen er zelfs? I said look respectable. Go change and come back here. Are you shitting? Nee toch. Niet toch. Dit is een grapje. Dit is een grapje, mag ik hopen. Dan moet ik er netjes uitzien. Oh, kijk, nou is de kledingwinkel hier om de buurt. Dat is in ieder geval iets. Nou, moeten we kleding gaan kopen? Gefucking geweldig. Alleen. GTA. My god. Get to a smarter of the webinar or high-end clothes shop to begin. Ja. Oh, Michael. Oh. Als je het blijft liggen, jongen, dan wordt het ook niet anders. Maar ik was heel aardig onder het bloed. Nou, ik ga maar weer in die poepbak. Aan de kant met die super deluxe meukauto. Jezus, zie niet waar ik in rijd. Ik rijd in een fucking coole motor dinges auto geval. Ik rijd in een super coole auto, dat is wat het is. Eens even kijken, wat nu weer? Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sack store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Help Amanda. Oh ja, sure, why not? Waar moet ik heen dan? Jongen, wat het mij verteld of niet? Go to Amanda. Oké, nou, dan zit het er voorlopig nog niet in om kleedjes te gaan kopen. Dan gaan we dat de volgende aflevering wel doen. Dan gaan we vandaag gewoon hier rondklooien. Gaan we Amanda maar helpen. Ik ben er zo klaar mee. Echt, het is zo erg hier. Ja, niet minder op de weg gereden. Man, heb ik gezegd dat mocht. Schoot hem niet erop. Ja, godver. Dit is de kutterigste kutbak die ik ooit heb bereden. Ja, geef me de Ford Kama dan. Prima. Nou, meneer de werker, even op. Zodemieter. Hup. Hey, daar hebben we zo'n busje. Laten we het busje nemen. Busje komt zo. Ik heb geen idee waarom ik dit ga doen, maar het zal. Heb ik nog wapens? Ik heb een handpistool. Eruit. Hup, eruit zeg ik. Ik zeg er... Au, godvertering, hé. Ik wil dit busje hebben, oké? Geef me het busje. Ik wil mijn busje. Ik ga over zijn panden lijken schieten, bitch. What the fuck? Ik zit hier in een fucking vrachtauto met een fucking Ford Ka. What the fuck is mis met mij? De achterbanden, Ronald. Volgens mij heb ik zijn band geraakt, ik weet niet. Ik heb wel het een en ander geraakt, denk ik. Ja, zijn banden zijn lekker. Oké, goed zo. Dan moet ik even langs zij en dan moet ik die gasten besturen eventjes. Nee. Ik wil het busje. Geef dat busje. Goed zo. Nou. Allemaal naar de kant. Ik heb het busje. Nu is die van mij. Oké, is nu mijn busje. Maar. Ga aan de kant. Het is mijn bus. Ik heb alleen maar even een busje gestolen. Hoef jullie niet zo moeilijk over te doen. Jongen. Die politie van tegenwoordig.
God, dat was echt niet echt een handig idee om dit ding mee te nemen. Dit ding is langzaam. Hij is poep. Hij heeft een lekker band. Maar hij bukt wel lekker. Dat is wel iets. Jongen, als ik ontsnap aan de politie in dit soepblik, serieus, dan ga ik iemand slaan, serieus. Shit. Rijden met het ding. Rijden met die soepblik. Serieus. Volgens mij ga ik nog snappen ook nog. Nou, man is hier vlakbij, dus het zou niet verkeerd zijn als ik ontsnap de politie. Kan ik rustig een missie doen. Holy shit, het is me gelukt. MLG Pro. God, dit is echt wel zo'n nozem aflevering. En we zijn verkeerd gereden. Ja, toet. Ik denk dat het rijstuk over een half kilometer. Kan ik ook niks aan doen. Ik heb ook alleen maar even een busje meegenomen. Oh, jongen. Tokyo Drift. Oh, god. Nou. Straks gaat de man dan zeggen, ja, wat wil je eten vanavond? En dan zeg ik zo, ja, bloemkool. Och, Tokyo Drift. Oh, god. Ik hoop zo dat dat wijf fatsoenlijke dingen te melden heeft. Dan wat heeft dit nou weer iets te betekenen? Dan, oh, is dat vlak bij mijn huis? Kan ik in ieder geval mijn kleding straks verwisselen? Kunnen we de volgende aflevering iets doen? Get in a cop car. Jee, geef dat. Doei, doei. Lose the cops. 3 sterren, what the fuck. Nee. Niet mijn banden. Als ik iets niet wil, zal mijn banden lekker geschoten worden. Ja, gelukkig zijn de politieauto's redelijk snel, dus dat is iets. Als je even je kop houdt, wijf, dan kan ik tenminste wat doen tegen dat jouw zooi moet worden opgelost weer door mij. Goed. Nou, we moeten de politie kwijtraken, dat is niet echt een big deal. Oh god, Zeppelin, de Hindenburg. Oh god, aan de kat, meneer, de buschauffeur. We moeten gewoon even snel rijden, we moeten even de politie kwijtraken. Kijk, here we go. Dan moeten we even straks even off-road gaan, dan moeten we even verstoppen. Hier langs. Oh, ik wil hier af. Ja, je kunt stoppen met schreeuwen, dankjewel. Waarvan heb je nou weer gedaan? Heb je weer iemand beroofd? Jongens, de trein! Tjoeketjoeketjoeketjoek! Zeg, waar moet je door? Dat is ook zo leuk. Natuurlijk hebben ze geen seatbelts. Ik wil hier af, of niet? Ze zien dat er zo meteen de trein aankomt. YOLO! Take Amanda home. Oké dan. Het is ook echt niet 10 meter van de crime scene af of zo. Nee. Godverdering. Ik denk of er nou een afwijking naar rechts. Jezus. My god, game. Ik hoop gewoon zo hard dat er geen trein aankomt. Die ben gewoon omvervalst. Want dat zou gewoon mijn dag verpesten. Hoe kom ik hier af? Hoe kom ik hier vanaf? Oh god, dat is een trein. Oh, dat is een trammetje, oké. Kan ik hier af? Hup. Nou. Stap uit, kom. Hier langs. Ik moet jou met die auto meenemen, of niet dan? Godvertering, hé. Nou. Moeten we even gaan zoeken naar een sporenwegovergang waar ik eraf kan, hè? Oh, kijk, hier is gewoon snelweg. Ik wil op snelweg. Het is zo dichtbij. Ik kan dit niet op. Wat moet ik dan op dan, in Jezus naam? Oh. Dan zie je me en dan zie je me niet. Ja, is het wel. Oké, goed. Hele kopkar naar de kloten, zelfs hier de deur niet meer dicht. Nou, oh, verbaasdwekkend. Oké, goed. Nou, naar Amanda toe. Jongen, lange aflevering. Nou ja, als we thuis zijn, kunnen we meteen even de kleding regelen. En dan zien we dit best ook weer een beetje christelijk uit. Want wat hij nou aan heeft, lijkt wel een arm sloeper. Jongen, dat werkt, dat had gewoon mijn e-mails en een hele computer in de gaten. Hoe durft het, wijf? Huh.
I gave up everything to start this life with you, you selfish shit. Yeah, okay, all right, whatever. Our savings. It's just, look, you can't look at the day-by-day figures. You gotta look at the overall... Jongen, ik heb fucking al het geld verzameld in het vijf. Dat bedoel ik dus. Je moet nooit aan een vrouw beginnen die gewoon je helemaal kaal wil plukken. Maar dat is het enige wat ze willen. Toet, ik rij hier... Nou, iedereen aan de kant, want ik kom eraan en dan moet je zeker aan de kant gaan. Oké, goed. Nou, dan moet ik sowieso eerst weten of mijn auto's er nog zijn. Want als mijn auto's er niet zijn, dan ga ik huilen. Auto's? Ja, auto's zijn er nog. Oké. Nou, wat moet je van me? Thanks, Michael. I'm not dead and I'm not in prison. So thanks. Wat is dat voor vijf? Moet je staan daar? Oké. Okay. Oh, mission passed. Autosave. Contained. Ja, doe maar. The good husband. Oké, dan. Wel jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Hebben jullie van deze aflevering genoten? Vraag ik maar één ding voor jullie. Laat eventjes een likeje voor mij achter. En abonneer even voor meer GTA 5. En je kunt me natuurlijk even volgen op Twitter. @ShadowGames320. Daar zie je alle updates over deze serie. Maar goed, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.